Wij organiseren eenmaal in het jaar organiseren wij een toernooi. En dit is een toernooi voor alle deelnemers voor het hele land. En dat is een voorjaarstoernooi, noemen we dat. Het is een heel geziene sport voor de ouderen. En het is ook een breed genomen sport door heel Nederland wel. Maar het is nog vrij onbekend bij mensen. Als je vraagt van wat is bolsport, dan zeggen ze van ja, dat weet ik niet. Dan moeten we dat goed uit kunnen leggen. En dat is heel moeilijk om uit te leggen. Want ik vind, ze moeten maar gewoon komen kijken. En dan kunnen we het ook precies uitleggen wat het voor sport is. Het zijn de spelers, zijn er 114 deelnemers. En is dat moeilijk om daar een beetje orde in te houden? Nee, er zijn allemaal mensen die als met heel veel plezier spelen. Ze komen natuurlijk allemaal om te winnen. Maar het plezier, dat staat heel hoog in de vaandel. Hoe zijn de prijzen in zo'n voorjaarstoernooi? Wordt daar werkelijk prijzen in verdiend of zijn het dingen in natura? Nou, we zeggen van, wij doen het in natura. Wij hebben een goede, ik mag geen reclame maken, goede groenteboeren op de Schelvoors kunnen vinden. En die heeft ons gesponsord om de eerste, tweede en de derde prijs als fruitman. Want het is zo, de sporters zeggen altijd, sporten is gezond. En wij doen het heel hard aan mee om te gaan zeggen van, dan doen wij een fruitmand als prijzen. Want ze willen allemaal graag spelen, maar we hebben gewoon stop moeten zeggen, want anders dan, we hebben geen ruimte hier. Maar dat is heel belangrijk. Dat deelnemen is zo voor de mensen, de oudere mensen en het contact. Dat zijn allemaal oudere mensen en die zijn vaak zijn ze weduwnaar. En die willen graag een contact. En dit is een contactsport waar iedereen ook met elkaar kan praten. Hoeveel leden heeft de Bolsclub Almelo? Bolsclub Almelo heeft 35 leden. En hoe zit dat verdeeld tussen mannen en vrouwen? Er zijn meerdere vrouwen dan mannen. Dus het is soms wel in een kippenhok. Maar hoe komt dat? Ja, de vrouwen die geven zich meer naar buiten toe dan de mannen. Ja, we hebben een hele bloeiende vereniging. Wij gaan ook gestaag gaan we vooruit. Wij zijn wel een vereniging van, wij willen graag mensen hebben die graag willen spelen. Maar ook contacten. De contacten moeten heel goed onderling zijn. Maar dan heb je een stoorfactor in de club zitten. Ja, dan moet ik toch ingrijpen. Leeftijd vanaf 65 tot de oudste deelnemer is 84. Dus dat betekent dat het echt een sport is voor senioren? Nou, hier in de regio wel. Dat is de seniorensport. Maar als je de Nederlands kampioenschappen kijkt, wat wij ook aan meedoen, dan is het ook mensen van een jaar of 20, 25. Maar ook tot 60, 70 jaar. Ik heb pas geleden een telefoontje gehad. Was van een lerarengroep. Die wou we ook graag spelen. En heb gezegd van, ja, wat zijn jullie wensen? Als jullie kunnen bij ons komen spelen, maar dan speel je wel meer in een groep. En niet in een clubje, een eigen clubje. Jij speelt als voorzitter ook zelf mee. Hoe zijn je resultaten tot nu toe? Tot nu toe is het aardig goed. We hebben 1 gewonnen, 1 gelijk. Maar ja, je moest alle 3 winnen voordat je in de prijzen zit. Met andere woorden, je hebt nog een wedstrijd te gaan, want zo dadelijk ga jij weer op de baan. Ik ga zo weer op de baan en dan gaan we dus alles erin zetten wat er weer in zit. We gaan bekijken hoe het met jou gaat. Oké, dank u wel.